Biobased is de verzamelnaam voor producten van natuurlijke grondstoffen die biologisch afbreekbaar zijn en onschadelijk voor mens en milieu. Biobased Economy and Technology Oost-Nederland is een samenwerkingsverband van 15 Nederlandse bedrijven dat een voortrekkersrol vervult op het gebied van biobased technologie. Door kennis en kunde te combineren worden productideeën omgezet in concrete producten. De focus ligt op 4 toepassingsgebieden. Verf, kwasten, speelgoed en garens. Het gebruik van lijnolieverf is een voorbeeld van inzet van biobased grondstoffen. Eeuwenlang bestond onze verf uit natuurlijke grondstoffen die niet schadelijk waren voor mens en milieu. De lijnolieverf werd gewonnen uit de vlasplant en was hoofdbestanddeel van de verf. Deze olie werd eventueel vermengd met pigmenten om kleur toe te voegen en was vervolgens klaar voor gebruik. Een groot nadeel bij deze verf is de lange droogtijd. Om die te versnellen werden chemicaliën toegevoegd die schadelijk zijn voor mens en milieu. Binnen beton is op basis van onderzoek en experimenten een lijnolieverf ontwikkeld die dezelfde eigenschappen heeft als bestaande verfsoorten, maar volledig uit natuurlijke materialen bestaat. Ook de verfkwasten worden binnen dit consortium ontwikkeld op basis van biobased garens. De lijnolieverf zal in de toekomst de concurrentie aangaan met de synthetische verf en daarmee regionaal zorgen voor werkgelegenheid. Beton kiest de weg naar een gezondere en duurzamere biobased wereld en wil naast marktleider ook voortrekker blijven in deze technologie.